maar je hebt een lijstje gemaakt. Ja. Kijk, mag je René ook helpen? Die meneer die heet René. En die gaat een voetbal. Een boekje voorlezen. Nou, dan gaat hij straks voetballen. Ja? Gaan we eerst een liedje zingen, ja? Dan hoeven we geen stoel te pakken. Doen jullie allemaal goed? Ik ga de deur open doen. Ja, maar nu nog niet. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken een kringetje van tralala. Pak maar een stoeltje. Pak maar een stoeltje. In de kring. Ga maar zitten in de kring. In de kring. Ga maar zitten in de kring. Doe maar, Jill. Mooi, dankjewel. Jullie op een stoel? Verkouden. Is koud, hoor. Zo, ga je eerst even mijn bril poetsen? Ja. Dan ga ik dat veel beter voorlezen. Ja. Een heel mooi boek heb ik meegenomen. Van Boris. Wie kent Boris? Ik niet. Nee? Ik ken wel Boris Beer, maar die is er denk ik niet. Nee, die is er. Ik heb een heel mooi boek bij mij. Van Boer. Misschien moet iets naar. Kom maar. Zal ik even zo gaan? Ja. Van Boer Boris. Zien jullie het allemaal goed? Simon, kun jij toch zien? Kun je het zien? Boer Boris. En wat gaat Boer Boris doen? Die gaat op vakantie. Nee, jij gaat rennen op vakantie. Hij gaat, ja, want hij heeft heel hard gewerkt dit jaar. En hij zei van, ik wil graag heel snel op vakantie. En waar wil Boer Boris nou naartoe? Hij wil naar de zee. Rennen in de kantje heen. Helemaal goed. Zullen we eens even snel gaan kijken wat hij gaat doen? Ja. Heel spannend boek hoor. Ja. Boer Boris heeft vakantie. En wat doet hij dan? Dan moet alles en iedereen moet weer mee. Dus kijk maar wat er gebeurt. Het wordt al een beetje donker hè. Kun je zien, een zonnetje gaat onder hier. En dan gaat Boris gaat weer helemaal terug s'avonds, helemaal moe, hè? Hij heeft gezwommen, hij heeft zijn zandkasteel gebouwd, gaat hij terug. Maar dan vindt hij ook wel weer mooi, want als hij thuis komt, dan is het al bijna donker. En dan ziet hij gelukkig nog op het land het lichtje van zijn boerderij. Zie je dat? En dan komt hij weer thuis. En toen was het verhaaltje afgelopen. Uit. Nou, applaus of niet? Goed hoor, wat een mooi verhaal. Mooi verhaal hè, ik vond het ook een heel mooi verhaal toen ik het lezen was zelf. Ja, want deze maar ook leuk dat je het vertelt in plaats van voorlezen. Ja. Ja. Maar dan was het soms denk ik iets te lang. Ja. Okay. Nee, prima, mooi. En ik heb ook nog wat voor jullie meegenomen. Oh, cool. Wat dan? Kijk, ik mocht wat meenemen, zeiden ze tegen mij. Niets, ik hou niet met lege handen. Maar ik geef het gewoon als ik niet hebben mogen, dan hoor ik het wel. Kijk eens. Ik heb het al een fietsje aan mijn fiets. Hij heeft het laten vallen. Hij heeft het een fiets aan. Maar goed, misschien heb je thuis nog een ander. Nee, maar niet hebben. Laat me op tafel. Ik leg me op tafel. Ja, misschien straks wel. Wat leuk. Die. Wat is dat voor een dier? Wie dat is een dier, hè? Ik heb een schildpad. Schildpad. Die zwemmen ook wel eens in de zee. Oh, wat een mooie, Stacy. Ja, allemaal goed. Een kaartje van de gemeente Hardenberg aan. Ja. Oh, leuk hoor. Dit lijkt een kikker. Wat is een schildpad? Die is voor jou. Die is voor jou, alsjeblieft.
En dan doe ik er ook nog even een pennetje bij, zo'n dingetje. Mag wel, hè? Kijk eens. Dan heb je allemaal je handen vol. Wat leuk. Dat is een verrassing. Nou. Dat wisten we niet. Dat wisten we niet, hè? Dat is een verrassing. Goed, Thomas. Ja. Zijn alle kinderen? Zijn alle kinderen? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Er is een potlood. Wat is er nou? Een puntje aan zijn. 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 Ja, wat een mooi begin van de dag, hè? Kijk eens, wij hebben ook nog een bosje bloemen zelf gemaakt. Dat is met een niet gekocht voor René, of niet? Ga ik even staan. Ja hoor. Mooi. Alsjeblieft René, dat je het zo goed hebt gedaan. Dank je wel. Even klappen dan. Heel goed.